Op de Philipsboerderij in Eindhoven wordt vandaag door burgemeester Gerrit Braks de kleinste biowarmtekrachtkoppelingscentrale van Nederland geopend. De centrale zal onder andere een restaurant, een keuken, een bakkerij en een koffiebranderij van groene warmte en elektriciteit voorzien. Wat is er dan mooier dat je je kunt voorzien vanuit je eigen omstandigheden in kleinschalige energiebronnen die milieuvriendelijk zijn en ook duurzaam. Is dat toekomstmuziek? Nou, dat is niet echt zo. Daar wordt hard aan gewerkt. En ik moet zeggen dat ik altijd weer onder de indruk ben van hoe snel de techniek oplossingen vindt voor grote maatschappelijke problemen. En dat is hier ook het geval. En daarom is het in gebruik stellen van zo'n kleine bio-installatie vandaag van vitale betekenis voor de verdere ontwikkelingen. Ik doe dat dan ook heel graag. Want ik denk dat het behalve hier op een boerderij, wat ogenschijnlijk wat dichter bij huis is, dat dit soort installaties ook heel goed voor kleinschalige eenheden, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, hotels, bepaalde kantoren, in de toekomst ontwikkeld kan worden. Het zogenaamde Roboog-team, dat zijn jullie, hè? Het zijn leerlingen van groep 8 van de basisschool De Boog. Deze kinderen houden op zich op een heel brede manier bezig met het, een beter milieu. Ja, voor jullie ook uitermate belangrijk, want jullie toekomst is nog een lange. En als er in jullie leven net zoveel verandert op technisch gebied als in mijn leven dat is gebeurd, nou, dan weet je niet waar je er straks kunt eindigen. Zorg dat je er op tijd bij bent om daar invloed op uit te oefenen. Dat kun je het best doen als je jong bent, want dan heb je er zelf later nog het meeste plezier van. Hè? Ik wil jullie vragen daarmee te blijven doorgaan en om nu samen met mij deze unieke kleine energiecentrale te openen. Als jullie nu eens met z'n allen, allemaal stevig hè, ik druk hard hoor. 3, 2, 1, go! Hij doet het, hij doet het. Het is een normale commerciële dieselmotor. Net als bij de grotere variant levert een dieselmotor energie die wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Maar deze bio-WKK haalt een dubbele primeur. Hij is de kleinste van Nederland, maar ook de eerste in Europa van dit formaat die draait op dierlijk vet. Wat er op het moment ingaat is een varkensvet. En het verbruik is ongeveer een 9,5 liter per uur bij vol vermogen. En dan staat hij met 30 kW te leveren aan elektriciteit. En dan levert hij gelijktijdig 42 kilowatt thermische energie. Nou, de dierlijke vetten die komen in feite in een grote tankwagen hier naartoe. We hebben een eigen tank, een kleine tankopslag van zo'n 6000 liter. Dat wordt één keer, zoals we nu inschatten, in de 3-4 maanden wordt die gevuld. En daar kunnen we dan een hele tijd mee vooruit. De prijs van het varkensvet bedraagt momenteel 60 cent per liter. En ter vergelijking met diesel is dat ongeveer een kwartje goedkoper. Want de diesel kost op het moment ongeveer 85 cent. Dat betekent in feite dat je op brandstofkosten 25% kunt besparen. Een van de belangrijkere voordelen is natuurlijk het economisch voordeel. Dus dat betekent dus dat we door een snelle terugverdientijd goedkoper ons van energie kunnen voorzien. Maar natuurlijk ook een belangrijke is de CO2-besparing die we hiermee realiseren. Die motor draait, als hij op varkensvet draait, heeft hij bijna geen roetdelen uitstoot. En het tweede punt, de NOx noemen we dat, de vervuiling, dus, is dan ongeveer een procent of 50 lager als gewoon op diesel. Het scheelt echt de helft.
Het is belangrijk om in ieder geval de mensen zodanig bewust te maken dat ze zelf ook stappen ondernemen zoals wij dat zelf ook doen. Dat het de moeite loont, zowel in plezier als in financiële zin, om daardoor ook een betere wereld voor onze kinderen na te laten.